Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben Vrootje aan het logeren aan de bijzet. Ik heb net Bella ook gelogeerd, maar Bel vond alles heel lastig. Want ze had natuurlijk een tijdje stilgestaan, waardoor ze niet wou werken. Ja, dat. Ik heb moeilijk of lastig, waardoor ze niet wou werken. En daardoor heeft ze een paar keer wat ophoudingen gehouden en echt niet geluisterd. Maar voor de rest ging het allemaal heel goed. Nu ben ik Vrootje aan het doen. Mijn ouders zijn naar het strand toe. En dan ga ik zo weer naar huis toe en dan kom ik 's middags weer terug. Het is een hele tijd later. Het is nu 4:15. Nu samen met de blonde pony. En ligt hier een briefje. Ja, kom maar een stapje achteruit. Oeh, je hebt een dikke nek. Geachte ruiters, ouders, verzorgers. Om onze dank te laten blijken voor de steun hebben wij. Om onze dank te laten blijken voor de steun die wij hebben mogen ontvangen tijdens de gedwongen sluiting van deze lessen in de coronaperiode, hebben wij namens het ARCO-team en natuurlijk namens de paarden een verrassing voor u samengesteld. Samen met enkele leveranciers. Met samen van Engelse leveranciers. Hopelijk bedankt en hopelijk blijven we verder gespaard en van nieuwe maatregelen. Met Manese de Arkhoef, het Arkhoef-team en alle vrijwilligers. Volgens mij zat dit bij een goodiebag. Die hebben in de kantine gestaan. Iedereen een t-shirt en een tas met spulletjes erin. Dat was volgens mij samen met de Horse Store en Bucas gedaan. Dat weet ik niet zeker. Volgens mij sowieso samen met de Horse Store. Dus dat was wel leuk. Jij? Nou, dat was dus even van alles tegelijkertijd. Ja, Blondie, ik ga jou maar talen. En dat ging best wel goed. Ik vind het wel heel lastig om Blondie te doen, omdat ik die natuurlijk op de goede manier wil doen. Dus niet strak en ook niet te los. Dus ik heb nu steeds, volgens mij hebben we denk ik maar 20 minuutjes gelongeerd en de rest, nou ja, een kwartiertje, de rest alleen maar uitgevogeld hoe we die dingetjes goed moeten doen. Ik ben er uiteindelijk uitgekomen hoe ik het goed kon doen. Ik denk dat voor Blondie rijden wel beter werkt. Omdat ik haar natuurlijk heel erg op mijn zit train. En dit natuurlijk meer met stem is. Ja, Blondie met stem. En natuurlijk met de teugels, omdat ik er natuurlijk aan een bijzetje heb. Ik heb vooral geprobeerd om haar lang en laag te laten. Maar dan ook niet zo los te doen dat ze helemaal omhoog kon komen. Het lukte me wel, maar ik vond het wel heel lastig. Trots op haar. Ik ben trots op mezelf dat het gelukt is. Want met corona doe ik het natuurlijk gewoon een bijzet en dan recht maken. Maar bij Blondie probeer ik dan ook nog een soort te buigen. Ja, en dat is ingewikkelder dan dat het lijkt. Maar ik denk dat het me redelijk gelukt is. Blondie heeft geswaped. Ik doe nog even peeschapjes af. Haal het paard uit de molen. Dan doe ik Astrid even stappen. Kijken of er nog een plekje is. Om ze los te zetten, ook al regent het heel hard. Dus dat is wat ik nu ga doen. Het is vandaag zondag. Ik ben hier samen met de blonde pony. Het is zondagochtend. Volgens mij is het zondag, ik weet niet zeker. Zondag de 8e. 8 augustus. Ik denk dat ik jou even ga poetsen. En in de molen ga zetten. Dat ik de hapjes ga geven. Ja, en dat is eigenlijk wat ik ga doen. Voor de rest is er niet heel veel meer. En een beetje wildheek. Oh, kijk eens aan. Maar voor de rest was ze wel gewoon goed zo, bezig. Goed zo, deze is goed aan de touwtjes? Ik heb wel geprobeerd om er dan lang en laag te houden en dan niet te strak te doen. Mm-hmm. En dan ook niet net te los dat ze erin kon gaan staan. Ik vond het heel lastig, dus ik heb er om de 5 minuten weer bij me gehaald. Want ze zit toch net niet. Ja, maar goed. Ik doe niet anders. Ik ben alleen maar aan het kijken hoe nu, hoe dan, hoe zus. Ja. Daar, goed zo, daar. Zo, daar naartoe blijven drijven. Goed zo. En tuurlijk ben je niet alleen maar hard staand rijden. Maar iedere keer als je iets wil veranderen, kijk of dat kan beginnen vanuit het achterbeen.
Ja, en je hand mag weerstand bieden, maar let op dat je dat niet te veel naar je bovenbeen doet. Goed zo. Want het liefst heb je dat je achter die energie erin stopt. Dan komt zij normaal gesproken iets met haar neus naar voren. En daar kun jij die verbinding zoeken. Goed zo. Daar. Keurig. Oké. Vandaag wil ik het niet meteen te moeilijk maken, omdat we best een weekje vakantie hebben gehad. Dus ik wil vandaag gewoon beginnen bij de overgangsstap draf. Ja. En dan bij alles wat we doen, al is het het enigste wat we vandaag doen. Al is het enigste wat we vandaag doen, overgangsstap draf rijden. Zo, ja. Dus je gaat steeds kijken in deze houding. Kan ik dan een beetje onder me door die achterbenen naar voren drijven. En dan daarin aandraven zonder dat er iets in die hals verandert. Goed, ja. Wil je die hals laten zakken, zal er ook weer meer ruggebruik en meer achterbeengebruik moeten komen. Achterbeen naar voren, achterbeen naar voren. Zo, goed zo, daar. Achterbeen naar voren. Ja, goed zo, steeds weer meer. Zo, ja. Zo, ja, daar. Goed zo, goed zo. En kijk of je hier gebruik van kan maken, hè? Zo, ja. Dus dat is dan, vergt ook veel van jou, reageerde ze eigenlijk wel echt aan mijn been. Ja. Want als zij daar is en jij wil aandraven, dan gebeurt niets, was ze eigenlijk net niet aan je been. Daar. En hierin ook, meteen kijken, zijn die achterbenen naar voren? Kan ik die schouders sturen? In de wending een stukje wijken, dat je die buik en die schouder wat naar buiten wijkt. Goed, dit is, oh braaf, hij is gek geworden. Zo, ja, dat daar ook je stelling uitkomt. Hè? Niet omdat we alleen die neus naar binnen vragen. Maar vooral omdat ze buigt om je binnenbeen. Zo, ja. En dan toch kijken of je ietsje toe kunt rijden. En als dat fijn is, dan denk je niet, oh, dit is lekker. Nee, dan ga je schakelen. Zo, ga je kijken, kunnen we dit nog een beetje uitbouwen? Zit hier nog een beetje meer energie? Zo. Want als we kunnen gaan schakelen, dan kunnen we ook kracht gaan ontwikkelen. En dan krijgen we op een gegeven moment zo'n andere draf. Een tweede draf noemen we dat dan. Dat we meer balans en meer cadans in de draf krijgen. Dat ze een beetje zo'n swing erin krijgen. Goed zo, ja. En jij probeert niet in de beweging die neus los te vragen, maar jij houdt verbinding en rijdt daar de achterbenen naartoe. Als je wat vraagt, moet dat vanuit het achterbeen, hè? Zo, niets aan de voorkant vragen zonder reactie in het achterbeen. Zo, ja. Goed zo. Zullen we die overnieuw doen? Ja. Oké, okay. En weer terug dan, hè? Elke pas die ze nu draaft is een beloning, hè? Zo, stappen en meteen weer meeveren. De eerste passtap doe je meteen weer meeveren en het achterbeen naar voren. 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 Zo, ja, in die schouderbladen en die ellebogen, daar doe je meeveren. Dus daar weer kijken of daar die draf weer zit. Zo, maak jezelf lang, hè? Goed, zo. Terug en meteen weer meeveren. En het achterbeen naar voren duwen. Goed. Los zitten. Los zitten. Dus voel ook haar beweging. Dat je zo los zit, dat je helemaal meegenomen wordt door haar. Goed, zo. Daar. Dat je zo los bent in je armspieren, dat je je hand door haar laat meenemen. Ietsje op de rechter schouder letten. Die valt net soms iets te veel naar buiten. En dan weer kijken of je naar die draf kan. Kort totdat je draaft. Ja, goed zo. Keurig. Kijk, en het mooie is als je een beetje op die oortjes let, dat die op een gegeven moment een beetje aan de zijkant gaan bungelen. Dus dat ze niet strak staan, die oren, maar dat ze een beetje naar opzij gaan en dan een beetje mee gaan bungelen met de beweging. Dan weet je dat ze ook die nekspieren loshouden. Stuur de volte dan kleiner en druk hem dan weer naar buiten voor je binnenbeen. Stuur de volte kleiner, stuur de volte kleiner, stuur de volte kleiner, ja. En dan weer opzij voor je binnenbeen. Stuur de volte kleiner en weer opzij voor je binnenbeen. Zo, ja, goed, daar, totdat je weer voelt dat je één geheel krijgt. En dan galoppeer je weer aan door dat achterbeen naar voren te rijden. Ja, goed zo, hele mooie overgang. Zo, ja. Heel goed, zo rechtuit. En dan ga je kijken of je weer wat kan schakelen. Pak een punt aan de overkant en rij daar naartoe. Zo, en steeds dat achterbeen onder je door naar voren rijden. Zo, ja, recht houden, om je binnenbeen. Goed zo. Ja, pak je gewoon verder de binnenhoefslag, dat is nog wel goed ook. Zo, ja, en terug, terug, terug zitten, buiten teugel, maar toch met je binnenbeen rij je die achterbenen naar voren. Of met allebei je benen rij je die achterbenen naar voren. Kijk waar je naartoe gaat, als je recht bent, rij je toe. Zo, ja, en weer terug zitten. Buiten teugel vangt op, maar aan je been houden. Goed zo. Nog één keer. Recht.
Goed, heel goed voelen hier. Heel goed voelen. Zo, al doe je het met je ogen dicht. Goed zo. Voltetje hier. Rij je op de volte een keertje naar voren. Kom maar. Net een beetje meer als wat zij wil. Net een beetje meer als wat zij wil. Net een beetje meer als wat zij wil. Zo, ietsje wijken naar buiten. Wijken naar buiten, wijken naar buiten, wijken naar buiten. Ja, kijk of je hier... Ja, huh, dat geeft niet. Opvangen, 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 opvangen. Goed zo. En recht houden en recht. Twee teugels, goed. Achterbenen naar voren. Het is wel goed om af en toe een beetje iets meer te doen dan wat zij aangeeft, hè? Goed, Tess. Dus hoe meer zij de hand volgt, hoe meer jij dus weet... ik heb genoeg dat achterbeen aan het werk gezet. Die buikspieren, die rug losgemaakt. Daardoor laat ze los en volgt ze mijn hand. Zo, ja. Goed zo. Heel goed. Lekker stappenlange teugel. Goed gereden, hoor. Hartstikke goed. En dit is wel even de discipline die we aan moeten houden voor over 2 weken. Dan mag ze daarna weer een week vakantie. Ja. Ja? Wanneer moet zij van de week weer naar de aquatrainer? Donderdag. Donderdag, oké. Dan doen we kijken of we dinsdag, wil ik hier een paar huppies neerzetten, of we dinsdag ook gewoon een paar huppies kunnen maken. Ja. Hoeft niet heel wild, maar gewoon een paar huppies. En doen we... Wat is dan slim om te doen? Ja, geef een woensdag vrij, donderdag aquatrainer. En dan doen wij vrijdag lessen, zaterdag lessen. En heeft ze zondag weer vrij. Ja. En dan kijken we woensdag even of ik eerst opstap of dat je ze meteen zelf pakt. Ja, ik zou dan wel alvast, het is heel ver weg, maar alvast voor de zaterdag, aankomende zaterdag de les hebben in de middag doen, want dan moet ik gaan biken. Wat ga je doen? Ga ik fietsen. Biken? Biken. Het is inmiddels alweer een tijdje later en ik ben hier samen met Blondie. Ik heb Blondie even lekker gewassen, dus ze is nu weer schoon. De les ging best wel erg goed. We hebben nu... weer geoefend eigenlijk alleen maar aan de basis. Dus overgangetjes rijden en dat soort dingen. De basis moeten we, nou ja, die hebben we wel onder de knie, maar die kunnen we altijd nog even uitbreiden. De basis die moeten we natuurlijk nog versterken, want we kennen hem en we hebben hem onder de knie. Maar versterken is altijd nog handig. Morgen ga ik Daan op Blondie rijden en ga ik er even helpen met de paardjes. Dan de dag daarna gaat Blom naar de dierenarts om haar been nog voor de laatste keer hopelijk na te kijken. En gaan wat hupjes doen. Ja, dus kleine sprongetjes. Woensdag is ze vrij, donderdag de aquatraining en dan vrijdag, zaterdag les. En zondag weer vrij. Dus dat is de planning voor deze week. Ja, nu gaan we naar huis toe. Lekker eten. Slapen. En dan zie ik je morgen weer. Dan voel ik dat hij eigenlijk niet nageeft op de druk van mijn hand. Alleen als ik loslaat, dan laat zij ook los, zeg maar. Ja. Maar ik wil natuurlijk been geven, verbinding, en daarin moet zij loslaten. Dus probeer hem niet als hij strak is los te spelen, maar gewoon te zeggen, hier is mijn hand, daar rijd ik met mijn been tegenaan, totdat zij zelf zakt. Hoe hoger je gaat rijden, hoe onrustiger dat hoofd heen en weer eruit gaat zien. Ja. Want je moet straks ook nog gaan wijken. Dan moeten we ook nog achterwaarts. Dan moeten we dadelijk ook nog schouder binnenwaarts en travers. Dus we moeten nu in de benen tijd ervoor nemen dat hij gewoon 2 teugels, 2 benen nageeft. En klaar. En steeds nodig je haar wel uit. Zak nog maar een beetje. Nog meer over die rug nageven. Oh, geeft niet. Opvangen weer. Ja. En recht. En recht. 2 teugels, 2 benen. Zo, makkelijk zitten. Makkelijk zitten. Goed, zo. Recht houden, recht houden, recht houden. Keurig, heel goed. Nog 1 keer en dan ga je weer afwenden en dan wil je rechtsaf. Maar nog eerst een keer de grote volte bij A. Benen mooi lang, los blijven zitten. Ja, en het liefst wil je dat ze nog een beetje zakt. Kijk verder. Goed, zo, keurig. Ja, en naar die sprong blijven wachten. Hè? Je zit niet diep zitten, maar wacht in je lijf. Rustig zitten. En je bent eigenlijk gewoon aan het van hand veranderen. En niets anders. Denk niet te veel aan die sprong. Goed. En recht, 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 recht. Let op, jij wil de mooie linkerstelling vragen, hè? Ja. Ja, doe het niet te veel. Ja. Anders
trek je ze krom. Het gaat meer over stelling in de kaken, waardoor je de schouders van richting laat veranderen als het hoofd echt opzij. Goed, goed dat je bleef zitten. Zo, blijf voelen wat er onder je gebeurt. Zo, ja. Dat is heel goed. Blijf rijden. Geef niks. Herpak jezelf. Zo, ja. Goed zo. Zo, niet te veel de bocht uitzwaaien. Heel goed. Oh, die had je ietsje kunnen voelen aankomen, hè? Ja. Dus je weet dat 5 zeg maar een soort precies goed is. Dus als je te hard inkomt, moet je ietsje opvangen. Kom je te langzaam in, kun je ietsje bijdrijven. Zo, goed hoor, Tess. Heel fijn. Denk wel dat dit toch ook gewoon wel even lekker is zo. Met het oog op volgende week dat we ook even plezier gemaakt hebben nog, hè? Ja. Goed zo. En misschien kunnen we volgende week weer op een dinsdag dat we niet een parcours neerzetten. Of op een maandag, dinsdag of woensdag. Dat je dan net even misschien een beetje met balkjes wat pakt. Dat je ze dan een keer over een cavaletti zo kan laten doen. Dat je ze het nog weer een beetje extra losmaakt in het lijf. Ja. Ja? Top. Goed gereden. Het is vandaag donderdag. Ik heb de afgelopen tijd niet zoveel gefilmd. Ik heb wel zaterdag en zondag wat gefilmd. Alleen de rest van de dagen wat minder. Omdat ik bezig was samen met de paarden van Daan en Steef. Lonnie is naar de aquatrainer geweest. En Verona is gelogeerd door Elisa. En dan moet ik bellen, een paar dagjes doen. En dan tot zaterdag. Dan gaat Bella ook weer naar huis toe. Ik zie jullie morgen weer.